Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Rivierenland in Zaken. We gaan het hebben over Just Data. Is het alleen maar data of komt er meer voor kijken? En we gaan het hebben over de VAR-regeling. Dit en meer in Rivierenland in Zaken. Soms moeten we eens hele moeilijke woorden gaan gebruiken, ook in het zakelijk segment. Wat dacht u van de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties? Nou, dat heeft alles te maken met de afschaffing van de VAR. En er zijn nog wel mensen in Nederland die niet weten wat de VAR is. Maar er zit hier één man aan tafel die dat wel weet en dat is Martin Hommerson. Martin, hartelijk welkom. Nog even, wat betekent die VAR nou eigenlijk precies? De VAR, de afkorting VAR is voor verklaring arbeidsrelatie. En als je een VAR hebt, dan kan een opdrachtgever gevrijwaard worden voor de inhouding van loonheffing. Vroeger noemde dat ook een zelfstandigheidsverklaring, hè? Vroeger zelfstandigheidsverklaring. En die VAR-verklaring wordt veelal door ZZP'ers verstrekt aan een opdrachtgever. Ja, ja. En is dat belangrijk? Dat is heel belangrijk, want op het moment dat de bedragen betaald worden door de opdrachtgever aan de ZZP'er, dan is dat bijvoorbeeld 100 euro... En als de Belastingdienst vindt dat het een arbeidsrelatie is, en ze hebben er gelijk in, dan betekent dat 100 euro netto, maakt dat bruto, dan moet een opdrachtgever 100 euro extra betalen. Die VAR wordt afgeschaft, hè? Ja. En daar hebben ze iets nieuws voor bedacht, en dat is, als ik goed ben, de DBA. Ja, de wetgeving heet DBA, de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Inderdaad, niet werkbare term, maar DBA is op zich duidelijk. Prima. En wat houdt die DBA dan in? DBA wil zeggen dat er een modelovereenkomst is, of een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, die aan speciale vereisten voldoet, waar Belastingdienst ook modellen voor heeft, die eigenlijk dezelfde werking heeft als die VAR waar we het eerder over hadden. Wat een opdrachtgever dus vrijwaart als je volgens dat model werkt, voor de inhouding van loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Ja. Maar als je toch meer dan één of twee, ik dacht je moet minimaal drie opdrachtgevers hebben. Ja. Ja, dan is dat er eigenlijk helemaal niet meer in vragen om al die papieren erin te vullen. Jawel, want er wordt naar de feitelijke situatie gekeken, Tom. En de feitelijke situatie wordt telkens per opdrachtgever, opdrachtnemer beoordeeld. En er wordt beoordeeld of er sprake is van een gezagsverhouding, of er persoonlijk arbeid verricht wordt en of er geld betaald wordt voor die arbeid. En als de Belastingdienst kan stellen dat er een gezagsverhouding is, dan kun je alles op papier zetten, maar dan is er een dienstbetrekking. Maar goed, we praten nu eigenlijk over de markt van ZZP'ers. Hè? Want ja. Een jaar of 10 geleden waren er ook iets van 300.000, nu zijn er 1 miljoen, dacht ja. ik. Ja? Ja, ja, meer dan 1 miljoen. Ja. Wie gaat het allemaal controleren? De Belastingdienst. Je kunt zekerheid vooraf krijgen, dat is het mooie van het nieuwe systeem. Je legt je overeenkomst, je stuur je op aan de fiscus en als dat precies volgens model is, krijg je binnen 6 weken bericht, voldoet eraan, geen inhouding loonheffingen. Die VAR, waar we het straks over hadden, jij zegt boven 1 miljoen mensen hadden inmiddels zo'n ding. Dat klopt, alleen daar een doorn in het oog van de fiscus was, dat de controle zo moeilijk was. Want je vulde een formuliertje in en als je het trucje kende als ZZP'er, meer dan 3 opdrachtgevers, ik mag zelf bepalen hoe ik het werk inricht. Als je dat trucje kende, dan kreeg je automatisch de VAR en was je gevrijwaard. En dat was een doorn in het oog van de overheid eigenlijk, makkelijk gebruiken. En als accountant, was dat voor jullie een doorn in het oog? Of zeg je van, nou ja, wij vinden dat dit een oplossing is van een probleem wat bij ons niet bestaand was? Ik denk wel dat daar een deel van waarheid in zit, wat je nu zegt. Want het is natuurlijk makkelijk, hè? Op het moment dat er zo'n VAR lag als accountant en je moet daar iets over vinden, dan is het wel mooi als je aan de kant van de opdrachtgever zit en zegt, er is een VAR, dus het is goed. Nu moet je wel ook als accountant wel iets meer doen om in ieder geval ook de zekerheid te hebben dat de opdrachtgever niet geconfronteerd wordt met vervelende naheffingen. Ja. Maar zo'n ZZP'er, hè? Dus het zegt het al, een ondernemer zonder personeel. Nou, die zit toch niet te wachten op een heleboel papierwerk? Nee, sterker nog, die is de dupe geworden van de nieuwe regeling. Waarom? Ja. Dat zal ik je nu vertellen. In het verleden kon je verschillende soorten VAR krijgen. We zullen niet uitweiden, maar op het moment dat je een VAR had die zei dat je ondernemer was, dan was je gevrijwaard ook voor de werknemersverzekering. En dan had je ook fiscaal een voordelig regime. Ja. Nu
in die wet DBA is eigenlijk alleen maar zekerheid aan de kant van de opdrachtgever. En voor de inkomstenbelasting is die ZZP'er. En dan is maar de vraag of het winst onderneming is of andere inkomsten uit arbeid. En daar zit voor die ZZP'er gewoon een nadeel in op het moment dat andere inkomsten uit arbeid zijn. Ja. En die zekerheid krijgt die ZZP'er dus nu niet meer vooraf. Ja, dus vroeger had de ondernemer een enorme hoop papierhandel en nu krijgt de ZZP'er dat eigenlijk ook. Nou, in het oude systeem had zowel de ZZP'er, nou, de papierhandel wil ik niet noemen. In het oude systeem had zowel de ZZP'er zekerheid als de opdrachtgever. Ja. En nu is het in principe zo dat alleen de opdrachtgever volledige zekerheid heeft en de ZZP'er moet het maar plat gezegd bekijken op het moment dat je aangifte doet. Dus ondernemers en ZZP'ers houden het in de gaten, DBA. Ik denk dat het laatste woord daar nog niet over gezegd is. Martin, dank voor het gesprek. Graag gedaan. Aan tafel de heer Mark Gertner. Mark, hartelijk welkom. We gaan het hebben over automatisering en over Just Data. De naam even, waar komt die vandaan? Simpel, het is Just Data, gewoon data. En dat is wat het is, nulletjes en eentjes. Ja, specialisatie ging over onder andere websites. En ik dacht dat het allemaal heel voor de hand liggend was. Ieder ondernemer heeft zijn eigen website. En die draait al 10 jaar hetzelfde. Ja. Maar dat blijkt allemaal niet meer zo eenvoudig te zijn. Nou, zo eenvoudig is het inderdaad niet meer. Websites, de standaarden veranderen. Google is leading hierin. En 95% van de gebruikers gebruikt Google als zoekengine. En op het moment dat jouw website niet responsive is, word je gewoon naar beneden gestuurd door Google. Maar nou even responsive, wat houdt dat in? Dat is voor mij allemaal responsive is eigenlijk kort dat jouw website goed getoond wordt op alle devices. Dus op je mobiel, op je tablet en op je computer. En is dat daarin veel? Ja, de mobiele telefoons en tablets, die waren daar natuurlijk een jaar of 10 geleden. Je ziet natuurlijk een verschuiving van de webbrowser op de PC naar het mobiel gebruik. Waarin toch eigenlijk 80% van de gebruikers websites mobiel benaderen. En op het moment dat die niet goed zichtbaar is, heel snel afhaken. Ja, en dat kost dus klanten. Kost klanten. Maar ik kan me zo indenken dat een ondernemer er niet echt op zit te wachten om zijn website aan te passen. Want ja, neem aan dat het kost een hoop tijd. En als dat veel tijd kost, dan is die website niet online. En als je niet online bent, kunnen ze je helemaal niet vinden. Dan kost het je ook klanten. Ja, dat is een wisselwerking. Een ondernemer kan het in principe ook zelf. En daarvoor kunnen we een ondernemer trainen om in een dag een website zelf te bouwen van A tot Z. Leuke opmerking voor jou, de ondernemers kunnen het zelf. Klopt. Ja. Als ze een training volgen van Smart Web, dan kan een ondernemer 's ochtends beginnen om 9 uur, volgt een training, gaat zelf aan de gang met zijn eigen website. Heeft daar natuurlijk wel wat huiswerk voor te doen, maar aan het eind van de dag is die klaar. Ja, maar goed, een ondernemer denkt ook van ja, maar de tijd dat ik hier zit te typen achter het veranderen van die website, dat kost me een dag. Ja. En die dag heb ik niet. Hoe gaat dat dan werken? Ja, het is tweeledig. Kijk, op het moment dat je zegt van ik heb er echt geen tijd voor, kun je het natuurlijk uitbesteden. En dan wordt die voor je gebouwd. Aan de andere kant is het natuurlijk wel op het moment dat jij daar die tijd en energie in stopt, weet je wel zelf hoe het werkt. En kun je heel makkelijk ook zelf je website bijhouden, up-to-date houden. Ja, waardoor je uiteindelijk heel veel geld gaat besparen. Ja dat klinkt mooi, de geld besparen. Maar je gaat er dus vanuit als iemand gewoon niet op je site komt, dan kun je er ook niks aan verdienen. Klopt. Ja, helder. Wat je niet kan vinden, bestaat niet. Nog één klein dingetje. Iedereen heeft het tegenwoordig over de integratie van de sociale media. Ja. Nou, het zijn allemaal mooie woorden, maar wat houdt dat nou precies allemaal in? Nou ja, je kunt natuurlijk binnen je website alle social media kun je koppelen. Waardoor je makkelijker je berichten via verschillende kanalen naar buiten weer kan brengen. Ja. En we denken dan aan Facebook, LinkedIn, Twitter. En dat praat ook automatisch niet allemaal met elkaar. Dat moet ook geïntegreerd worden. Dat moet ook bij elkaar gebracht worden. Dat moet geïntegreerd worden. Maar dat laten we op zo'n dag ook gewoon zien hoe dat werkt. En hoe je dat effectief kan inzetten. Ja. Dus wat je feitelijk zegt is, je kan voor twee opties kiezen. Eerst, je kan het hele circus uitbesteden en nog iemand anders laten doen. Je kan ook gewoon zeggen van, zorg ervoor dat je investeert in je eigen bedrijf. Ja. Door mensen, dat kun je zelf zijn, maar ook je personeel te trainen op het gebied om daarmee up-to-date te blijven. Ja, wat wij veel zien momenteel is inderdaad dat niet de directeur zelf komt, maar dat een van de medewerkers komt.
die volledig getraind wordt, die een stukje wordt ook belangrijk gemaakt binnen het bedrijf. Ik ben helemaal op de hoogte. Ik ga je bedanken voor dit gesprek en veel succes wensen. Namens en heren, u weet het, kijk nog even op uw tablet of uw telefoon. En als uw website er niet helemaal goed uitziet, dan weet u in ieder geval dat we u op de goede weg geholpen hebben. Dit was Rivierenland in zaken weer aan de Rivierenlandtafel. Volgende week weer met nieuwe gasten. En wilt u tussentijds op de hoogte blijven? Dan kan dat natuurlijk op onze website www.regiotvtiel.nl. Dank voor uw aandacht en tot de volgende Rivierenland in zaken.